Minister Aartsen van Landbouw ontkent dat hij de uitbreiding van de veestapel in het noorden en westen van het land via onverwachte wetgeving wil verbieden. Hij reageert daarmee op de onrust die onder veehouders is ontstaan naar aanleiding van een uitgelekte ambtelijke notitie. Daarin wordt gepleit voor ingrijpende maatregelen om het mestprobleem op te lossen. Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar de mogelijke fraude die zorgverzekeraars met kunst- en hulpmiddelen zouden hebben gepleegd. Dat heeft minister Zorgdrager van Justitie gezegd op een verkiezingsbijeenkomst van D66 in Groningen. Vorige week werd bekend dat zorgverzekeraars kortingen op medische hulpmiddelen ter waarde van 200 tot 300 miljoen gulden in eigen zak zouden steken. De minister zei verder alleen in noodgevallen twee gevangenen in één cel te willen plaatsen. Zo wil ze voorkomen dat de spanningen in de gevangenissen te veel zullen oplopen. Zorgdrager vindt dat gedetineerden één cel kunnen delen als er anders verdachten wegens tekort aan celruimte moeten worden weggestuurd. De ambtenarenbond Avacabo eist de invoering van een vierdaagse werkweek van 34 uur bij de arbeidsbureaus en de centra voor vakopleidingen. In ruil daarvoor wil de bond 3 jaar lang afzien van loonsverhogingen. De Avacabo noemt de invoering van de vierdaagse werkweek de enige manier om massa-ontslagen te voorkomen. In westelijk Zeeuws-Vlaanderen is een project begonnen om de verkeersveiligheid te vergroten. In dit deel van Zeeland vallen elk jaar 2 keer zoveel doden als in de rest van Nederland. Om het verkeer veiliger te maken komen er meer 30-kilometer zones, parallelwegen voor langzamer verkeer en goede fietsroutes naar de stranden. Premier Kok heeft bij zijn bezoek aan Washington gepleit voor verbreding van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Europa. De betrekkingen moeten niet worden beperkt tot defensie. Kok is bang dat de Verenigde Staten en Europa uit elkaar groeien, nu in het Amerikaanse congres de invloed van de Republikeinen is toegenomen. Het weer. Het KNMI verwacht veel bewolking en vooral vannacht nog af en toe regen of motregen. Overdag in het midden en zuiden van het land ook enkele opklaringen. Middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Een waarschuwing voor de scheepvaart tot slot. Alle districten, west tot zuidwest, 7. Dat was het nieuws. Hallo, ik ben Linda. En ik ben dol op seks. Bel 069-630. Je gelooft je oren niet. 069-630. 4 kwartjes per minuut. Norma, beter kun je niet liggen. De beste drinkers drinken uit, 's lands beste brouwers brouwen uit. Amstel bier, Amstel bier. Buurman, buurman. De buurvrouw van de overkant zei laatst met heese stem: ik heb last van mijn hormonen en ik voel geen enkele rem. Ach buurman, doe toch niet zo flauw en wees een flinke vent. Geniet met volle teugen van mijn slaap aan meubelement. Het leek me nog wat vroeg, we gaan eerst naar de kroeg. De beste drinkers drinken uit, 's lands beste brouwers brouwen uit. Het is even na middernacht. Welkom bij de KRO via Radio 1 en 2. Ook deze nacht tot 3:30 kunt u terecht bij het KRO Nachtpastoraat. Het telefoonnummer is 035-218-746. 035-218-746. Het waarom, die hetze, het waarom, het complot steeds tegen de familie Krijnen-Stuiver. En dan wil ik niet zeggen dat wij lekkertjes zijn, daar gaat het niet over, maar we zijn ook mensen. We zijn niet die boemannen zoals wij door politie en justitie afgeschilderd worden, want dat vind ik maar een belachelijk gegeven.
tussen de grijstinten van waan en werkelijkheid. In het verdwijnend contrast van de late schemering zoekt de waarheid naar zijn zelfportret. Gevangen in beeld en geluid. Damocles. Een fotoreportage op de radio. Nieuw licht op mensen en gebeurtenissen. Deze week... Een vaste familieband. Ja, hallo. Ik ben Joost Wilgenhoff van de KRO. Ik kom voor de heer Krijnen.